Ik ben nu in Amsterdam bij de Occupy-beweging en dat is een beweging tegen het kapitalisme. Nou, een bekende Turkse zanger die ook liedjes heeft gemaakt tegen het kapitalisme, dat is deze hier. Ik ga vragen of ze van hem hebben gehoord. Kun je drie bekende Turken opnoemen? Erdogan, Atatürk en dus Sinterklaas. Atatürk, Osman, derde weet ik niet, sorry. De enige die kennen is Tarkan. Ja, ik ken de president van Turkije, Ecevit. Dat is oma dan, hè? Van oorsprong kwamen ze uit Turkije, uit Trabzon, een havenstad. De voorouders van mijn oma kwamen uit Constantinopel. Toen ik nog een tiener was, zong ik Vraag in a Turkish Town. Het liedje van Richie Valens met regels over de mysterieuze Turken en de sterren hoog in de lucht. De kronieken? Bob Dylan. Is Bob Dylan een Turk? Cool. Wist ik niet, man. Bob Dylan, wist u dat hij van Turkse afkomst was? Dat is heel mooi, jongen. Dat zijn de tulpen ook. Ik raak in de war, hij is nou een Turk. Ja, hij is een Turk. Hoeveel Turken zijn er ongeveer? En wat weet je van Bob Dylan? Oh, dat is toch een Turk? Come get around people wherever you roam. Then you better start swimming or you sink like a stone. For the times, they are a chance. En waar komt hij dan vandaan? Kagisman. Een stad in Turkije bij de Armeense grens. Ik ben nu bij de Nederlandse Bob Dylan te gast, dat is Arman. Arman, waarom noemen mensen u de Nederlandse Bob Dylan? Ja, omdat ik protestliedjes zing en omdat ik hoogstwaarschijnlijk speel met de mondharmonica op een klem, net als Bob Dylan. Kunt u drie bekende Turken opnoemen? Drie bekende Turken? Orhan Gencebay, Barış Manço en... Bülent Ecevit. Oh, en Bob Dylan? Ja, Dylan heeft Turkse voorouders. Ja, ja, ik heb het gehoord, maar ik heb hem nog nooit Turks horen praten, hoor. Nee. Heeft u zelf iets met Turkije? Ja, ja, want van Turk heb ik leren roken. Hasjes leren roken. De toekomst is je ondergang, dan is het met jou gedaan. Jij die het publiek bezit verkwanselde, waar zie jij ons vooraan? Gaan we er samen nu eentje roken? Op zijn minst.